U kijkt naar het Weerplaza Weerjournaal. Een omvangrijk hoge drukgebied dat al dagenlang ons weer be sterk beïnvloedt, zal de komende dagen langzaamaan richting de Britse eilanden gaan trekken. Daardoor wordt onze stroming wat meer noordelijk in het eind van de week en krijgen we geleidelijk te maken met wat meer wolken en ook iets lagere temperaturen overdag. De temperaturen in de nacht die komen dan op veel plaatsen niet meer onder het vriespunt uit, maar wel kan er misschien vanaf zondagmiddag lokaal een spatje regen gaan vallen. Vandaag zorgt een zwak warmtefrontje voor flink wat wolken boven ons land. Wel is het zo dat in de loop van de middag in het noorden van het land op steeds meer plaatsen de zon begint door te breken. Dat is met name in de provincie Friesland het geval. In het zuiden van het land en ook in het zuidwesten, daar blijft het nog enige tijd bewolkt. En daar klaart het misschien de komende nacht pas op. Want vanavond is het dan op veel plaatsen wisselend bewolkt. Ligt de temperatuur zo rond de 5 of 7 graden. Vanuit het noordoosten nemen dan de, binnen de opklaringen steeds verder terrein. Maar wel neemt de noordoostenwind iets in kracht toe. En is dan vanavond op meest matige kracht 3 of 4. Daardoor is het voor het gevoel soms flink fris. Zoals ik net al zei, de opklaringen die winnen vanuit het oosten steeds verder terrein. Wel is het zo dat er lokaal nog wat wolkenvelden voorkomen aan het eind van de nacht. En vooral landinwaarts gaat het licht vriezen. Maar morgen in de ochtend dan lossen die wolkenvelden of het beetje nevel wat er zit. Dat lost snel op. En het wordt een stralende middag met uiteindelijk vrijwel overal zonneschijn. En ook in de dagen daarna blijft het zo. Met temperaturen in de middag, met name op donderdag nog wel de hoge kant met 10 tot 12 graden. Vrijdag dan is de stroming al wat meer noordelijk. En dan zien we middagtemperaturen van 6 of 7 graden en ook wat meer wolken. De wind die neemt er wel iets een kracht af, maar is voor het gevoel nog steeds fris. En ook zaterdag blijft dat weerbeeld onveranderd. De neerslagkansen die nemen eigenlijk vanaf zondag pas toe, met dan lokaal misschien een spatje motregen. En ook volgende week is het nog licht wisselvallig met zo nu en dan een enkel buitje. De temperatuur die levert helaas wat in, met name in de middag. Maar richting komend weekend, dan lijkt de temperatuur geleidelijk aan weer iets op te gaan lopen naar waarde rond normaal voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl